pinagdaraman. Waarom zijn jullie hier? We zijn hier. Ik denk dat het beste is als je de voorzitter daar zou spreken. Dat lijkt me beter. Het is de tweede keer dat je over het stadion praat, dus ik niet hoor. Meneer Wouters, hij mag niet staan. Ik ga het niet doen. Nee man, dat geeft een onvolwassen houding in de politiek, hoor. Dat gaan we niet doen als autoriteit. Dat was een onvolwassen minister. Helemaal. Het is een onvolwassen uitspraak van zo'n minister. Nou, dan ex-president. Biggie man, jongens. Nou, man. Dat is toch niet zo. Ik ga maar, ook om je. Die vraag, ja man. Hoort niet thuis, man. Zo'n nep en vals. We blijven de volgende, dankjewel. Die uitspraak van mijn Wouters is... Ik ben de heer Suraj Sahadeulal, voorzitter van de coöperatieve vereniging voor de ontwikkeling van de transport en logistiek sector in Suriname, afgekort VTLS. En we zijn hier namens de sector, de truckhouders, we gaan een petitie indienen aan de voorzitter van de Nationale Assemblée met betrekking tot de benadeelden op 2 mei 2023 in Pikin Saron. En het gaat hier in deze om de truckhouders. Die truckhouders wiens truck is afgebrand. Wat zei u? Die truckhouders wiens truck is afgebrand. Ja, ja, het gaat om de slachtoffers. Om hoeveel trucks gaat het? Het gaat zeker om 13 tot 15 trucks. En het is een tegenwaarde in US dollar uitgedrukt zeker iets tot van $300,000 tot $400,000 schade. En wat deden ze daar? Ja, het zijn houttransporteurs, toch? En zij hebben eigenlijk niks te maken met de situatie wat zich daar heeft afgespeeld. Het zijn gewoon jongens die vroeg opstaan en hun werk gaan doen. En terwijl ze daar zijn beland, komen er mensen die hun onder schot gaan houden. Ze worden gegijzeld en je gaat hun investeringen in brand steken. Dat hoort toch niet zo, meneer Rie? We leven in een goed georganiseerde samenleving. En indien er wetgeving ontbreekt om de vooruitgang van sectoren te kunnen beschermen... zijn wij daarvoor hier als organisatie om dat kenbaar te maken en dat wij gaan eisen dat nu de sectoren serieus ontwikkeld moeten worden en wanneer sectoren vooruit gaan, dat we dat gaan moeten beschermen en waken. Daarvoor is de VTS ook ontstaan. En dat ga je met de petitie doen? Ja, meneer Rie. Ja. Hoeveel geloof heb je in petities? Er zijn al duizenden petities ingediend. Zonder... Kijk, het gaat erom, je gaat je zegje doen en je gaat je standpunt ontwikkelen als sector. En wanneer wij praten over goed openbaar bestuur, komt er daarbij kijken openheid en integriteit. Er komt daarbij kijken participatie, controle met de burgerij contactonderhoud met de burgerij ontwikkelen. Daarnaast heb je dan doelgerichtheid en doelmatigheid. En uiteindelijk krijg je legitimiteit, leren en zelfcorrigeren vermogen ontwikkelen, wat met zich gaat meebrengen. Verantwoording. En dat missen wij hier. Wanneer wij praten over goed openbaar bestuur, dat dienen wij al dit soort zaken te gaan ontwikkelen. En wanneer er problemen zijn in de gemeenschap, we weten allemaal, een gemeenschap bestaat uit overheid, bedrijven en gezinnen. Moeten wij dat in maatschappelijk overleg gaan? En niet dat je mensen hun investeringen gaat komen vernietigen. Dat kan je niet tolereren. En wanneer je het nu hebt vernietigd, wie gaat in deze voor deze mensen komen? En we zien dat er geen wetgeving is. En wij gaan vandaag concreet eisen als organisatie tegen plunderaars en vernietigers dat er een wetgeving moet komen. Heb je mijn investering vernietigd, je moet het betalen. En als je het niet gaat kunnen vergoeden, levenslang gevangenisstraf. En ga daar en daar komt dan die resocialisatieproces wordt ingezet. En we zullen kijken hoe verder daarna met zo iemand. Want je kan geen goed gezond mens zijn dat je een dagje gaat opstaan en zeggen van hé, mag ik bro aan terug? Kan toch niet? Het moet ophouden hier in dit land met zulke onverantwoorde praktijken. Onverantwoorde praktijk is ook dat de regering maar weigert om die grondrechten van die mensen te erkennen waar er juist aan hout en goud kap wordt gedaan. Ach, en goud.
winning wordt gedaan. Kijk, helemaal. Kan je ook eisen dat dat in orde gemaakt wordt? Daarom heb ik gezegd van goed openbaar bestuur. En de zaken die bij goed openbaar bestuur hoort, is een van de punten is dat je contactonderhoud gaat moeten blijven ontwikkelen met jouw gemeenschap. Want wanneer er een probleem is, dan moet je weten van hey, hoe ga je het oplossen. Maar dat missen we weten. En we hebben leiders hier in het land gehad. Wanneer het gaat om verantwoording die beleid had moeten maken, komen ze uiteindelijk met iets naar voren. Er moet een standbeeld komen van die daders. En dat gaat in deze om de ex-president die zo'n uitlating heeft gedaan. Hij praat niet over de eerste stappen met betrekking tot de kostenvergoeding, met betrekking tot de problemen daar binnen de gemeenschap, hoe wij die dingen gaan oplossen. Dus in deze laat het zien hoe nep en vals men al die tijd in de politiek heeft gespeeld. En dat men onwaardig leiderschap heeft getoond in deze met zo'n uitlating. Want het gaat uiteindelijk erom. Wij zijn allemaal Surinamers. Wij moeten prettig leven met een ieder hier in het land. Geen enkel andere groep is belangrijker dan een andere. Ja, maar het moet ophouden hier in het land. Ino kanko vernietig misa niet zomaar. Dat moet ophouden. Want ik kan dat niet gaan doen bij jou. Dus er moet een orde zijn. Er moet een wetgeving zijn. En de problemen die er zijn met betrekking tot de gemeenschap moet ook gaan oplossen. Jullie staan hier al hoe lang? En voor hoe laat is je afspraak? De afspraak is om 10:30 eigenlijk. Ja. Oh, nog een keer. Hoeveel trucks en wat is de waarde daarvan? Het gaat hier om ongeveer 13 tot 15 trucks die men heeft in brand. Dat men heeft vernietigd. Ja, helemaal vernietigd. Het is niet even in brand steken. Helemaal de broma's aan plata. En het gaat om een investering van 300.000 tot 400.000 euro. En we zijn hier met de slachtoffers vandaag. We hebben niet de gehele sector willen mobiliseren, maar slechts de slachtoffers. Fractievoorzitter van de NDP, Rabin Parmister, wil ook iets zeggen. We hebben hier, we gaan zo meteen een petitie aangeboden krijgen. We wachten op de heer B. En het is goed dat de groep een petitie aanbiedt. Want hij is er, dan kunnen we straks even verder praten. Ja? Ja. Goedemorgen. Goedendag voorzitter en uw college en uw team. We zijn vandaag hier als de coöperatieve vereniging voor de ontwikkeling van de transport en logistiek sector in Suriname, afgekort VTLS. En wij gaan vandaag een petitie aan uw college indienen, voorzitter, onder leiding van u, met betrekking tot de situatie die zich heeft ontwikkeld op 2 mei 2023 te Pikisaron. En het gaat in deze erom de benadeelden, de truckhouders, ja, wiens investeringen men heeft vernietigd. En ik wil hierbij mijn secretaris vragen om de petitie voor te lezen voor uw voorzitter en uw team. Goedemorgen. De petitie is afkomstig van de slachtoffers van Pikisaron. En het is gericht aan de voorzitter van de Nationale Assemblée, de heer B. Er is ook een kopie voor de vicevoorzitter en ook voor alle volksvertegenwoordigers van de Republiek Suriname. Geachte voorzitter, de onlusten van 2 mei 2023 die zich hebben afgespeeld in Pikisaron hebben met zich meegebracht dat het imago van de productiesector een bijzondere schade is aangericht. Het werkimago van de transport- en logistieksector in Suriname is nationaal en internationaal geschaad, mede door onverantwoord handelen van enkele individuen in Suriname. Wij van de transport- en logistieksector, verenigd in de coöperatieve vereniging voor de ontwikkeling van transport- en logistieksector in Suriname, verzoeken u en uw college de ontstaande situatie in Pikisaron serieus te willen aanpakken. Wij verwachten van uw college dat er breed gedragen maatschappelijk wetgeving samengesteld wordt voor het kunnen beschermen van de investeringen van de ondernemers tegen plunderaars en vernietigers. En dat er hiertegen een schadevergoeding gekoppeld moet worden aan het adres van de daders en of een levenslange gevangenisstraf. Vervolgens zullen wij vanuit de sector dat het transport over de weg eenmaal 24 uur opengesteld kan worden
met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften, zodat de productie continu gegarandeerd kan blijven. In het verlengde hiervan is er een noodzaak vanuit de sector ontstaan dat de veiligheidsopvoering naar de hout- en goudvelden van Suriname optimaal versterkt kan worden, vanwege het feit dat zulke ongevallen zich in Suriname nooit meer mogen herhalen. De maatschappelijke rust en verantwoordelijkheid met betrekking tot de orde en veiligheid is een aangelegenheid van uw regering, waarvan u deel uitmaakt als de wetgevende macht. En wij vragen u hiermede dit te willen doorgeleiden naar de desbetreffende autoriteiten, zodat er een daadkrachtige aanpak komt en dat de samenleving dit ook duidelijk merkt. Thans willen wij u en uw college vanuit de sector erop attenderen dat er serieus werk van gemaakt moet worden en dat het niet alleen bij dialoog gaat blijven en wij samen het imago van de nationale productiesfeer van Suriname kunnen herstellen en ten alle tijde met alle respect en geloofwaardigheid naar onze politici ons werk in alle tevredenheid kunnen blijven voortzetten ten behoeve van de ontwikkeling van de gehele gemeenschap in Suriname. In de bijlage treft u ook een overzicht van de ondernemers met van alle schade en wij vragen u om het via de assemblee door te geleiden naar de minister van Financiën, zodat er een bedrijfscompensatie getroffen kan worden voor de ondernemers, zodat ze eigenlijk de schade die ze geleden hebben weer een beentje kunnen herstellen. Voor een duurzaam aanpak willen wij vanuit de vereniging meegeven dat er een noodzaak bestaat voor het opzetten van een crisisfonds voor mocht er zulke gevallen zich weer plaatsvinden, wat wij dus niet wensen, dat er een investeringsruimte blijft zijn voor zulke ondernemers en dat hun bedrijfsvoering hierdoor niet gestagneerd wordt. Wij vragen dus middels deze ondersteuning vanuit de ondernemers. Wij bedanken u en uw team voor het willen aanhoren en ontvangen van deze petitie. Namens het bestuur van de VTLS, de voorzitter Suruchka Sadeolal en de slachtoffers van Peking Sarong. Goed, dank u wel. VTLS. We nemen uw petitie in ontvangst als volksvertegenwoordiging. In dit kader hebben we, ik denk 2 weken geleden, ook een petitie in ontvangst genomen. Afkomstig vanuit de inheemse gemeenschap. Maar wat ik wil zeggen, er zijn verschillende belangen. Ja? En als we deze belangen op een weegschaal gooien, het resultaat zal moeten zijn rust, vrede en uiteindelijk dialoog. Maar niet dialoog omwille van dialoog, dialoog om te komen tot een duurzame oplossing. Want wat zich heeft afgespeeld is iets wat we niet meer willen. We willen geen herhaling. Dus we gaan een oproep doen en een beroep doen op de regering om serieus hiernaar te kijken. Ja? Zodat we fundamenteel deze zaak kan oplossen. Ja? We weten wat zich allemaal heeft afgespeeld. Ja? We roepen partijen op in afneming van de verschillende belangen, ja, die rust te bewaren en de ruimte te creëren zodat we kunnen gaan naar een duurzame oplossing. Ik ben blij dat u gekozen hebt om hier bij de volksvertegenwoordiging aan te kloppen. Ja, het wordt serieus genomen. Die verzekering kan ik u geven om uiteindelijk, straks heb ik een meeting met de president, zal ik gelijk ter sprake brengen. Maar ook alle andere overige DNA-leden zullen, zoals u het hebt gesteld, een kopie van uw petitie in ontvangst nemen. Zodat we gezamenlijk kunnen werken naar een duurzame oplossing. Ik weet dat u
als businessman tijd heel belangrijk is voor u, dus ik zal u niet langer ophouden. Maar ik ga ervan uit dat er een contactnummer is en we zullen die korte lijnen houden om u te informeren de vordering met betrekking tot uw ingediende petitie. Dank u wel. Dank u wel. Voorzitter. Ja, meneer Parmisser, u zou aangeven hoe u tegen dit allemaal aankijkt. Ja, dus kijk, Piki Saron, daar hebben we de zaken die daar zich voltrokken hebben, heeft de regering helaas nog geen duidelijkheid kunnen brengen. Men is nog steeds in een onderzoekfase. Er zijn doden gevallen. U weet, de nabestaanden die worden van het kastje naar de muur gestuurd om duidelijkheid te vragen. De schadeclaims wat betreft ook de nabestaanden, de schade die men ondervonden heeft, dat die groep. Maar ook de politieagenten die ook een schade hebben geleden, fysiek en mentaal. Ik ben benieuwd hoe die behandeling plaats heeft gevonden, zijdens de regering. Maar zeker, dit zijn kleine ondernemers. Die kleine ondernemers buiten hun eigen schuld om, hebben ze heel veel en materiële schade, maar ook persoonlijke schade ondervonden. Dus de zaak van de trucks zijn in brand gestoken. Minimaal dacht ik 13 trucks. Maar ook hebben een aantal chauffeurs geklaagd dat ze ook fysiek geweld is aangedaan. Dus dat soort zaken, dan moet de regering. Tot nu toe is de regering stil en dat siert de regering niet. Laten we dat goed vaststellen. Het zijn kleine ondernemers. Het zijn geen trucks van grote ondernemers, want er zouden vanuit de bedrijven naar de mensen, et cetera, tegemoetkoming gegeven kunnen worden. Theoretisch, zo stel ik me voor. Maar dat zijn merendeels eenmans bedrijven en die hebben grote schade. Een truck is minimaal $80,000. Dat is een tweedehandse truck, om goed te verstaan. En de mensen hebben geen geld, ze hebben grote schulden, ze hebben geen inkomen nu, afgelopen maanden. En we vergeten dat ze ook gezinnen hebben, ja, hoe zij rond moeten komen. Ik vind, nou nogmaals, de regering duurt het er lang over. Voor mij is het duidelijk, de regering moet deze mensen tegemoet komen. Dat ze weer op een eerlijke manier weer aan de slag kunnen gaan, lieving. Ik ken de situatie, het zijn mensen die onder hele moeilijke omstandigheden werken. Hele moeilijke omstandigheden. Vaak moeten ze dagen achtereen in die truck slapen, koken en noem maar op. Hun gezinnen zijn hier in de stad of elders, weet u. Dus dat, we moeten de mensen echt tegemoet komen, zodat ze hun leven, hun inkomen weer kunnen oppakken. Dat wil ik geven. En bij deze, via u, roepen we de regering op om vaart te maken. Net zoals de kleine ondernemers en ook anderen bij verschillende calamiteiten tegemoet zijn gekomen. In Nikeri, de rijstboeren, maar ook op andere plaatsen. Dienen deze kleine Surinaamse ondernemers, moet je gauw beginnen. Want als je je ondernemers niet tegemoet komt, dan heb je mond vol van productie stimuleren en noem maar op. En laten we één ding goed vaststellen. Zonder transport gaat de productie ook schade ondervinden in het binnenland. Ja, toch? En elders ook. Dus heel breed genomen, regering, kom. U bent tot nu toe, hebt u het nagelaten. Ik hoop via deze oproep en via deze actie van de mensen en onze interventie dat u gauw handelt. Die is vandaag nog met de mensen om tafel zit en uiterlijk volgende week die tegemoetkoming een feit mag zijn. Dat wil ik oproepen de regering. En in dat andere geval, want dit is uiteindelijk allemaal het gevolg van iets dat de regering maar niet wil uitvoeren. Ja. Het erkennen van grondenrechten van inheemse en tribale. Ja, dat van de grondenrechten is nu op de agenda. We gaan vandaag ook de openbare vergadering. De regering zou nu in de eerste ronde bij de beantwoording met hun voorstellen komen en wijzigingen. Tot nu toe heb ik niets gezien. Dus laten we kijken wat de regering doet. En
die behandeling, dat pakken we op. Ja? Oké. Okay. DNA lid Ramse Koop van de VHP. Wat wilde je zeggen? Het zijn burgers. Ze hebben schade geleden. Ze ondervinden nog steeds elke keer last wanneer ze hun transporten uitvoeren. Ze zijn truckhouders. En ze hebben heel veel schade geleden bij de gebeurtenissen. Het is te betreuren natuurlijk. En ook zij zoeken hun recht. Zoals de andere groepen hun recht zoeken. Groep zoeken zij ook hun recht. En ik denk dat de Nationale Assemblee in ieder geval open staat voor een ieder. En dat wij hun ook ontvangen hebben. We hebben gesprekken gehad met ze om te zien wat er nog meer gaande is. Aan de andere kant begrepen we vanuit het Openbaar Ministerie dat het onderzoek nog gaande is. Dus het is ook belangrijk dat we die resultaten opwachten. Zodat we een beetje een beter beeld hebben wat zich heeft afgespeeld. Want nu is het horen van de mensen. Maar het feit is wel dat ze heel veel schade hebben geleden. En ergens zal je die schade moeten vergoeden. En als ik goed begrepen heb, ja, ik zie een schadevergoeding. Maar zij vragen ook naar een stukje veiligheid. Een stukje, weet je, dat ze kunnen ondernemen zonder problemen. En ik denk niet dat dat veel gevraagd is. En ik denk dat we daaraan zeker moeten gaan werken. Vooral de regering moet daaraan gaan werken. Over schade gesproken. Dit is allemaal ten gevolge van het niet uitvoeren van het Lokono Kalinga vonnis, geen grondrechten toekennen. Moet dat ook niet eerst opgelost worden of tegelijk opgelost worden? We zijn bezig met het grondrechtenvraagstuk. De vergaderingen worden gehouden, maar het is, ja, soms als je naar dingen kijkt, vraag je af, heeft het echt te maken met grondrechten of is er, speelt er wat anders daar? Dus daarom zeg ik, in plaats van vroeg uitspraken te doen, misschien is het goed dat we de resultaten afwachten van het Openbaar Ministerie en dan een mening formuleren. Omdat anders kan je een vertekend beeld geven. En dat wil ik op dit moment niet doen. Ali tudo bem.
dat u op het telekamp is. Toch dan, u kan... Maar please, wat is er? Hij is ook eens de Rivka. Om money. Nee. Compensatie, want het is toen niet verder. Waardoor aan deze stem...